Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden, maar ook brede opklaringen. Uit de wolken valt heel lokaal nog een buitje, maar die opklaringen zorgen er uiteraard voor dat de zon kan schijnen. Vanochtend, dus een afwisseling van zonnige periode en enkele wolken, zeer lokaal een spatje, op de meeste plaatsen droog. Aan het einde van de ochtend is het zo'n 14 à 15 graden, vanmiddag wordt het dan rond de 17 graden. En ook dan kan er zeer lokaal een buitje vallen, op de meeste plaatsen is het droog. De wind draait van zuidwest naar west tot noordwest en is vanmiddag windkracht 2 tot 4, neemt vanavond weer in kracht af. Verder vanavond uh, geregeld brede opklaringen, droge omstandigheden, de temperatuur daalt naar 12 graden. Morgen flinke zonnige periode, maar ook een paar stapelwolken. En in de middag smeren die een beetje uit, dus dan krijgt de bewolking wat meer de overhand. Voor 16 tot 18 graden staat weinig wind en het blijft morgen droog. Zondag, maandag, dinsdag. En ik kan doorgaan woensdag, donderdag en vrijdag. Allemaal droge dagen met flinke zonnige perioden en een paar wolken. Temperatuur is middags meestal tussen de 16 en 18 graden. In de nachten kan het afkoelen tot rond 5 graden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.